Commissieleden en college, van harte welkom. En dat welkom, dat geldt ook voor de mensen op de tribune. Een speciaal welkom aan de mensen van de Rekenkamercommissie. Waarvoor wij verderop in de agenda ruimte hebben ingeruimd. En inmiddels hebben plaatsgenomen de heer Willeme en de heer Rinks. Er zijn geen insprekers tot nu toe. En er meldt zich ook niemand. Kunnen wij de agenda lopen zoals voorgesteld? Dat kan. Zijn er nog punten voor de rondvraag? Mevrouw Makkinga. Ja, voorzitter, ik heb een vraag over de eigen bijdrage bij de thuishulp. Eigen bijdrage. De heer Van der Moorden. Kort al geholpen. Wij hebben een vraag, voorzitter, over de gemeentelijke berichtgeving in de lokale kranten. Dat is genoteerd. Dan kunnen we nu overgaan tot het vaststellen van de afsprakenlijst. Daar zijn geen opmerkingen of aanmerkingen op gemaakt en die komen er nu ook niet. Dan kunnen we overgaan naar het rapport van de Rekenkamercommissie. En ik geef de heer Willeme het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal niet gaan herhalen wat in het rapport al geschreven staat, maar we willen als Rekenkamercommissie, en als ik het heb over de Rekenkamercommissie, dan zitten mijn collega's zitten op de publieke tribune. En de secretaris van ons, de zeer gewaardeerde secretaris, zit in het midden. En naast me zit inderdaad Louis Rinks van K+V, die onder onze leiding het onderzoek heeft gedaan. Ik wil kort iets zeggen over het proces, omdat een aantal raadsleden en het presidium daarbij betrokken zijn geweest, alsmede over het college en het ambtelijk apparaat. We hebben een goed gebruik in Ommen dat we het onderwerp proberen samen te in goed overleg met het presidium te kiezen. En we hebben op 8 december 2014 een aantal onderwerpen geselecteerd. En we hebben gezegd toen ook, laten wij proberen om ook in de toekomst het onderzoek precies te doen in één kalenderjaar. We hebben dat op 8 december gezegd dat wij ons daarvoor zouden inspannen. En het is heel erg mooi dat dat exact gelukt is, dat in de laatste raadsvergadering wij hier het rapport kunnen aanbieden. En het streven is door ons of door onze opvolgers om dat jaarlijks zo te doen, omdat dat ook voor de griffie makkelijk is om dat in één kalenderjaar steeds af te handelen. Op 29 januari, ruim een maand later, hebben wij het onderwerp vastgesteld en hebben toen gekozen voor het onderwerp het aanbestedingsbeleid. Om een aantal redenen. Enerzijds omdat dat onderwerp ook van groot belang is voor met name ook de ondernemers in de gemeente. Er toch hele grote bedragen mee gemoeid zijn en het ook inzicht geeft in de samenwerking met Hardenberg. Op die dag hebben we ook de onderzoeksvragen geformuleerd die wij op 19 februari vervolgens hebben vastgesteld. En we hebben toen een viertal bureaus geselecteerd die wij gevraagd hebben om een offerte uit te brengen. Niet op basis van financiën, maar op basis van inhoud hebben wij daar drie bureaus uitgeselecteerd, waarmee wij gesprekken hebben gevoerd. En uiteindelijk is de keuze gevallen op K+V. Op 12 maart hebben wij toen ook de raad en het college geïnformeerd over de keuze van het bureau, de keuze van het onderwerp en de manier waarop wij zouden gaan werken. We hebben vervolgens een viertal bijeenkomsten gehad en een aantal schriftelijke gedachtenwisselingen met het bureau, waarin we het concept hebben vastgesteld en uiteindelijk het definitieve rapport. Tussentijds, en wel op 18 mei van dit jaar, hebben we nog een terugkoppeling gehad naar het presidium. En ik moet zeggen, wij als Rekenkamercommissie vinden het prettig
vonden het prettig om halverwege het onderzoek nog een keer terug te koppelen naar de raad in de vorm van het presidium om te kijken of het onderzoek datgene zou opleveren wat wij als rekenkamer verwachten, maar wat ook het presidium zou verwachten. Vervolgens in september de ambtelijke terugkoppeling geweest en de bestuurlijke terugkoppeling geweest. De ambtelijke terugkoppeling hebben wij nog verwerkt en de bestuurlijke reactie hebben wij dankend aanvaard. Vanavond zou ik graag namens de Rekenkamercommissie het rapport aan willen bieden. En ik denk dat het rapport althans in onze ogen wel gebracht heeft wat wij graag zouden willen. Er is een goed inzicht gegeven in hoe het aanbestedingsbeleid in omgaat en hoe de samenwerking met Hardenberg daarin functioneert. En we hebben een aantal hele concrete aanbevelingen kunnen doen. Aanbevelingen waarvan wij hopen dat u daar in de komende jaren ten behoeve van de inwoners van Ommen het voordeel mee kunt doen. Als u het rapport leest, zegt u misschien af en toe, hey, dat heb ik al een keer gelezen, dat is een herhaling of dat is wel heel erg breedvoerig uiteengezet. We hebben dat met opzet gedaan. Waarom? Omdat wij hopen dat dit rapport ook gelezen wordt door inwoners van Ommen, maar zeker ook door het bedrijfsleven van Ommen of de bedrijven uit de regio. Want heel erg positief, en daar mag Ommen eigenlijk wel trots op zijn, is dat ruim 60%, ik sprak zojuist met de wethouder daar nog over, dat ruim 60% van de aanbestedingen die gedaan worden vanuit Ommen in een straal aanbesteed worden rondom Ommen. En dat steekt Ommen positief af tegenover andere gemeenten in Nederland. Dus dit is wat uitvoerig het rapport, ook met wat bijlagen. Er zitten wat herhalingen in, maar het is met name ook gedaan dat het zonder documentenstudie bij de gemeente het rapport voor iedereen ook goed leesbaar is. Ik zou namens de Rekenkamercommissie nog mijn waardering willen uitspreken voor de samenwerking met het presidium. Het ambtelijk apparaat willen bedanken die toch op soms hele ongelukkige momenten bepaalde informatie moeten leveren. En de prettige wijze waarop wij steeds met de griffie, de persoon van de griffier en de heer Hoving hebben kunnen werken, dat hebben wij erg gewaardeerd. Ik zou in de persoon van de voorzitter het rapport willen overhandigen en het graag ter bespreking geven hier in de commissie. Nadat ik natuurlijk al heel verheugd nog zeg dat de ambtelijke reactie en de bestuurlijke reactie ons natuurlijk tot grote vreugde heeft gestemd. Wie van de commissie mag ik het woord geven? Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst waardering ook richting de Rekenkamercommissie voor het kwalitatieve rapport wat voor ligt. En ook met name de aanbevelingen die gedaan zijn. Want in het verleden hebben we nog wel eens ook als CDA-fractie gevraagd van kom dan concreet met aanbevelingen hoe verder om dan daadwerkelijk ook die verbeterslag te maken. Hè, die de Rekenkamercommissie constateert vanuit het onderzoek. En dat is deze keer wat ons betreft zeer goed geslaagd. Dus dank daarvoor. Ik denk dat we als CDA-fractie kort kunnen zijn. Dat we absoluut ook de aanbevelingen die u benadrukt kunnen onderschrijven. Vraag ons wel af, hè, want u geeft aan ook met name de lokale ondernemers betrekken bij de criteria, bij de selectie- en gunningscriteria. In hoeverre is dat altijd mogelijk? Juridisch gezien. Dat is wel een aandachtspunt waarvan ik zou zeggen van goh, kunt u daar misschien nog iets schetsen in deze vergadering. En als je kijkt naar, u geeft aan ook, hè, van nou de hoofdconclusie is, het is in orde. We doen dat goed, dat is natuurlijk goed om te horen. Tegelijkertijd zegt u wel van goh, let ook op het evalueren van de inkooptrajecten. Dus mijn vraag is van goh, wat zouden we daar dan nog beter in kunnen doen, anders dan wat u zegt, zet ten alle tijde een inkoopadviseur naast naar aanleiding van het gelopen traject. Wat kunnen we daar nog beter in doen als Ommen? Klopt het dan
dat wat u betreft, als je kijkt naar de kosten en de kwaliteit en ook de kwetsbaarheid. Dat is ook het criteria wat natuurlijk bij het BOH een belangrijke rol speelt voor ons. Dat dat dus blijkbaar behaald is op het onderdeel inkopen en aanbestedingen. En tenslotte als laatste... denk ik dat het heel goed dat we als raad twee keer per jaar worden geïnformeerd. Omdat ook wel de accountant toch al ieder jaar wel weer komt met een aantal opmerkingen over, let op die inkooptrajecten. Dus misschien dat u daar ook nog iets over zou kunnen zeggen. En daar wilde ik het bij laten. Dank u wel, voorzitter. U mag de gestelde vragen direct beantwoorden. We hebben afgesproken, de heer Rings en ik verdeelde het een beetje, want hij heeft onderzoek gedaan. Ik ben blij dat u de aanbevelingen onderschrijft. Wij zijn ook van mening dat de gemeente Ommen en de inwoners en ook het zeker het bedrijfsleven van Ommen daar zijn voordeel mee kan doen. Ik heb net in mijn inleiding heel verheugd gezegd, meer dan 60% komt in de regio terecht. En dan krijg je inderdaad al heel snel de vraag, wanneer is het een geoorloofde protectie en wanneer is het een ongeoorloofde protectie. Je hebt natuurlijk wettelijke regels, Europese aanbestedingen en zo, daar moet je aan voldoen. Maar zeker bij de wat kleinere bedragen heb je als gemeente toch formeel, maar soms ook wel informeel, een hele grote vrijheid. En die vrijheid zou je eigenlijk maximaal moeten benutten, zonder dat je als gemeente te hard zegt van het moet een ondernemer uit de gemeente of de regio zijn. Want ik denk, als alle gemeenten, alle overheden dat zouden doen, zouden ook heel veel ondernemers uit Ommen en de regio Ommen opdrachten verliezen van Hellendoorn, Almelo, Zolle, noem maar de andere overheden op. Dus je moet daar denk ik een heel goed evenwicht proberen te vinden en een goede samenspraak tussen de raad en het college zou je daar aan moeten werken. Bij het onderzoek, maar daar kan de heer Rings dadelijk denk ik ook nog wel iets over zeggen, is vastgesteld dat in het natraject eigenlijk vaak niet geëvalueerd wordt hoe is nu daadwerkelijk een aanbesteding, heeft die plaatsgevonden en wat is daar het resultaat van geweest. Dan zou je eigenlijk als raad en college in overleg met elkaar moeten gaan, hoe zou je dat handen en voeten moeten geven. Wat is wel van belang dat je als raad ook weet of wat je aan in de voorfase hebt voorgeschreven, of dat ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Je zou dat via de spendanalyses die steeds gemaakt worden, die van 2014, ligt wel op tafel, maar is volgens mij nog niet in de raad geweest. Zou je dat daarvoor heel erg goed kunnen gebruiken. Er zijn zeker voordelen behaald met samenwerking met Hardenberg. De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat het heel moeilijk is om dat kwantitatief te bepalen, omdat er geen nulmeting is gedaan. En als je geen nulmeting doet en je kunt ook niet zeggen van hoe zou het anders gelopen zijn, is dat moeilijk te kwantificeren. Maar het is soms ook een beetje onderbuikgevoelens dat je zegt van nou, er zijn zeker voordelen behaald. De vraag van de accountant laat ik even aan de heer Rings over. Als het echt moeilijk wordt, dan geef ik het stokje door. Ja, de accountant heeft inderdaad af en toe opmerkingen gemaakt en dat heeft dan ook een beetje te maken met het evalueren van inkooptrajecten. Veel inkooptrajecten worden helemaal apart gezien, terwijl het soms inkooptrajecten zijn die in een hele langere lijn liggen. En op het moment dat je dan met die langere lijn boven bijvoorbeeld een Europese grens komt, zegt de accountant van ja, dat had je in de gaten moeten hebben. Maar als je de individuele trajecten niet gaat evalueren, ben je ook het zicht op het totale traject snel kwijt. En dat is eigenlijk wat de accountant bedoelt. Meneer voorzitter, hebben wij daarmee de vragen van mevrouw Bakla beantwoord? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik zal proberen niet in herhaling te vallen, maar allereerst ook de aanbevelingen die spraken ons aan en ik hoop dat we daarmee aan de slag kunnen. Over het proces gesproken, daar waren wij zeer tevreden over. Daar moet ik ook de complimenten wel voor uitdelen, want u gaf de complimenten aan het presidium. Maar vanuit de werkgroep hebben we met u gesproken en een aantal dingen meegegeven die ons opgevallen zijn. Die vind ik tot mijn grote vreugde allemaal terug in de rapportage.
Wat voor mij daarin de basis was, het staat ook in het stuk volgens mij, in maart 2013 hebben we een soort beleidsnotitie aangenomen van aanbestedingsbeleid. En ik had het niet meer op mijn netvlies dat we daar een keuze in gemaakt hebben. Dus dat heeft mij ook wel als raadslid wakker geschud. En ik hoop dat we daar in de toekomst ook als raad vanuit zijn kaderstellende positie, maar ook controlerende rol, u schrijft daar iets in, mee kunnen doen. En ik ben daarin, om maar even een stapje te maken, heel nieuwsgierig. Want u zegt van, je moet inkoopstrajecten evalueren en terugkoppeling doen aan de raad. En toen ik dat las, had ik zoiets van, ja, dan krijgen we wel heel veel informatie op ons bordje. Dus ik ben heel nieuwsgierig van hoe u, wat de aanbeveling daar is, op welke wijze de raad terugkoppeling krijgt over aanbestedingstrajecten. En ik bedoel er eigenlijk mee, want ik heb er ook persoonlijk niet zo'n behoefte aan om vanuit elk aanbestedingstraject een evaluatie of een terugkoppeling te krijgen. Ja, en goed, over die lokale bedrijven betrekken. Daar heeft ook mijn buurvrouw al iets over verteld. Maar ik ben wel erin geïnteresseerd van op welke wijze wij als raad binnen de wettelijke positie die hiervoor geldt, de kaders mee kunnen geven aan het college, dat ze maximaal gebruik maken van die lokale ondernemers. En dat eigenlijk hetzelfde geldt voor de sociale return. Want er staat in het rapport dat een bepaald percentage in plan van eisen meegenomen moet worden. Dat het ook gedaan wordt. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gezien wat daar het resultaat van is. Dus eigenlijk ook dezelfde vraag van op welke wijze kunnen we daar een vinger mee aan de pols houden. De heer Wilmer. Ja, dank u wel. Dat social return wordt vaak als voorwaarde gesteld bij de daadwerkelijke aanbesteding. En dat kun je dan achteraf ook meten. De terugkoppeling van de college naar de raad toe, daar heeft de heer Rings duidelijk iets, wil er iets over zeggen. Kreeg een briefje onder mijn neus. Ik denk van, dat laat ik aan de voorzitter. Maar terugkoppeling aan de raad vanuit het college gaat niet over individuele trajecten. Het gaat over het totaal. Hoeveel heb je nou aan social return weten weg te zetten in inkoop en aanbesteding gedurende een jaar of gedurende 2 jaar? Wat heb je gedaan met de duurzaamheidsdoelen? Hoeveel duurzamer ben je geworden als gemeente doordat je op een bepaalde manier hebt ingekocht? En dat zijn zaken waar je als raad, want daar heeft de raad ook kaders voor gegeven, daar zou je dus die terugkoppeling ook over moeten geven. Dan rest er bij u, dacht ik, nog één vraag van hoe kun je nou verantwoord binnen de wettelijke regelgeving ervoor zorgen dat voldoende opdrachten binnen de regio blijven. Ik zeg niet alle opdrachten, maar met nadruk voldoende opdrachten. Dat kun je in het begin van het traject ook heel erg sturen door de voorwaarden op een bepaalde manier te formuleren. Ik heb ooit een heel nieuw gemeentehuis mogen bouwen en daar werd in de beginfase beschreven dat de aannemer die het zou mogen bouwen een minimale jaaromzet zou moeten hebben van 80 miljoen. Nou, dan weet ik in de regio Noordoost-Twente dat dus geen enkele aannemer in Noordoost-Twente die opdracht krijgt. Dus bij het formuleren van de voorwaarden kun je, ja, het mag niet gezegd worden, maar het is natuurlijk toch een beetje sturen op de regio. En als de voorwaarden voor iedereen dan gelijk zijn, is dat wettelijk ook toegestaan. Maar je moet kijken dat je ook geen onmogelijke voorwaarden stelt voor bedrijven in de regio. En ik denk dat je dan ook na afloop zou moeten kijken, is onze doelstelling geslaagd dat voldoende bedrijven uit de regio in ieder geval hebben kunnen meedoen. Dat de voorwaarden niet zodanig gesteld worden dat bijvoorbeeld alle regionale, lokale bedrijven zijn uitgesloten. Maar nogmaals, je moet geen absoluut protectiebeleid voeren binnen een gemeente, want dat is voor de bedrijven binnen de gemeente nog veel slechter. De inkoopspecialist van D66, de heer Mors. Dank u, meneer de voorzitter. U zult begrijpen dat ik dit rekenkameronderzoek met zeer verhoogde belangstelling heb gelezen. Maar mijn eerste conclusie hieruit en complimenten voor het rapport is dat we hele mooie beleidsdoelstellingen hebben in ons inkoopbeleid en dat we ontzettend braaf zijn geweest. Nou, netjes.
prachtig. Alleen ik zie toch op pagina 6 en 7 nog wel wat verbeterpuntjes. En vooral bij de bouw en infra, zo heb ik het gelezen, worden aanbestedingen door externen uitgevoerd, veelal, en staat de inkoopcoördinator aan de zijlijn. Daardoor wordt geen gebruik gemaakt van zijn kennis en expertise en ook wordt zijn kennis ook niet extra opgebouwd. Dat vind ik jammer. Maar bovenal krijg ik ook de indruk, en dat was net ook al over de lokale economie, krijg ik ook de indruk dat de externe partij onvoldoende kijkt naar de mogelijkheden en lokale, van de lokale en de MKB-belangen. En dit is overigens zeer herkenbaar in Nederland en Ommen is, ondanks dat het aan het begin van de stad staat, daarin niet uniek. Mevrouw Bakelaar had het al over de frequentie waarop wij meegenomen worden, geïnformeerd worden. Eens per twee jaar zou ik eigenlijk willen omkeren en twee keer per jaar. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En contractmanagement uiteraard is nog wat summier. Maar wij zijn heel erg verheugd. Dat het college, in de brief die erbij zat, in overleg met de raad in het voorjaar, zo heb ik het maar vertaald, aan de hand van het rapport, het aanbestedingsbeleid wil gaan evalueren en van gedachten wisselen hoe de raad er nou meer bij betrokken wordt. Mijn vraag is dus aan het college ook, van kunt u deze toezegging hard maken? En zo ja, wanneer? En wie zijn er dan bij betrokken? En dan is dat eigenlijk wat we op dit moment hier over dit rapport op tafel willen leggen. Dank u. Het college mag u aanspreken in de raad. Het stuk wordt 17 december geagendeerd en dan mag u het college aanspreken. Ja, volgens mij alle vragen die door D66 naar voren worden gebracht zijn allemaal vragen aan het college. Ook of het nou één keer de twee jaar moet zijn of twee keer per jaar. Ik heb daar wel mijn eigen gedachten over. Maar dat is iets wat u met het college zou moeten regelen. En volgens mij waren dat uw vragen, allemaal vragen gesteld aan het college. Ik zou ze misschien wel willen beantwoorden, maar niet mogen beantwoorden. Mevrouw Lagas van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, de complimenten zijn natuurlijk al uitgedeeld en daar sluiten wij ons graag bij aan. De meeste vragen zijn ook al gesteld. Ik heb nog een klein aanvullende vraag. U zei terecht, had u straks al over de regio, bij de aanbesteding van het gemeentehuis waar u het over had. En ik miste ook eigenlijk een beetje in dit rapport. Had ik u misschien ook in het presidium al eerder naar moeten vragen, hoor. Maar dat kwam nu door de vragen, kwam het eigenlijk pas weer naar boven. Dat zijn de regionale afspraken die we binnen de regio Zwolle gemaakt hebben over het aanbestedingsbeleid. Er is toen een aantal jaar geleden een keer een kader voor gesteld, waarbinnen wij de vorige stuk ook hebben getoetst. En dat viel binnen die kaders, want het is inderdaad zo, dat geeft u al terecht aan, dat bedrijven, ook onze bedrijven uit de gemeente Ommen, ook een positie in de regio moeten hebben. Daar hebben ze zeker baat bij. Dus die afstemming, ik denk dat het ook aan ons een taak is om dat in het voorjaar, wanneer we daar met elkaar dan over gaan spreken, om dat even goed in de gaten te houden. Want je ondernemers hebben natuurlijk ook baat bij de wijde regio. En ik kan me volledig aansluiten dat het belangrijk is om de rol van de raad hier duidelijk in te verwoorden. Daar heeft u ook wat over gezegd en dat is ook zo. Dus de enige vraag die overblijft, is er ergens bij u nog die afspraak van de regio Zwolle langsgekomen? Zo niet, dan kunnen wij die wel oppakken in het voorjaar. We hebben wel een paar onderzoeken gedaan naar aanbestedingen die zijn gedaan samen met andere gemeenten. Dat zal dan, neem ik aan, ongetwijfeld zijn gebeurd, ook met Zwolle. Dat zal gebeurd zijn binnen die randvoorwaarden. Maar die randvoorwaarden, dat er afspraken over liggen, is mij niet bekend. En ik heb aan de heer Rings gevraagd, is hem ook niet bekend. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook onder dankzegging van het rapport en de aanbevelingen die daarin gedaan worden, nemen wij te harte. En ik heb geen aanvullende vragen, dus... Daar laat ik hierbij. Dank u wel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Dan valt hij uit natuurlijk. Ten eerste ook het aansluiten, zeker wat betreft de complimenten. Voor de rest zal ik niet gaan herhalen wat gezegd is. En dan blijft er gelukkig niet zo heel veel over. Nog twee opmerkingen over uw eigen conclusies. Waar ik wel nieuwsgierig naar was. De eerste is dat over de inkoop en aanbesteding ten behoeve van de BOH heeft de gemeenteraad geen zeggenschap en wordt hij verder ook niet geïnformeerd.
U brengt het als een constatering en ik was ook wel nieuwsgierig welke waardeoordeel u daaraan hecht. Want het klinkt alsof er iets achter zit wat ik misschien mis. En misschien is het gewoon puur een droge opmerking. Dan nemen we voor kennisgeving aan. De tweede is met name bij de beleidsuitvoering dat het bereik van de inkoop- en aanbestedingsbeleid beperkt zich tot de inkopen en aanbestedingen die specifiek Ommen betreffen en in de praktijk alleen op bouw en infra. Dat is nogal de materiële kant, als ik het zo mag uitdrukken. De vraag daarbij is van, goh, beperkt zich tot, dus wat zou er nog meer kunnen op dat terrein? Wat gebeurt er dan al wel op dat andere niet-materiële terrein en welke aanbevelingen zou u daar nog aan kunnen koppelen? U heeft het al over het inkopen in het sociaal domein, dus die zit er ook een beetje bij. Wat blijft er dan nog over? Want het klinkt alsof het een gelimiteerde opsomming is waar nog het een en ander achter zit. En daar was ik wel nieuwsgierig naar. Tot zover, voorzitter. Ja, dankjewel. Het is geen waardeoordeel. Het is gewoon een constatering dat wat gebeurt binnen BOH. Het is gewoon een feitelijke constatering. Er zit geen waardeoordeel in. In de praktijk, u ziet dat ook in dat schemaatje op pagina. Pagina 4. Daar heb je zo'n schemaatje staan wat allemaal. Ik zet het verder door. Het rapport staat een schemaatje hoe de aanbestedingslijnen verlopen. Pagina 10. Het bestuur van de gemeente Ommen, de inkoop van de gemeente Ommen, is met name de zorg en de harde infrastructuur. En de rest loopt allemaal via BOH. En dat komt omdat die activiteiten ook bij BOH zijn ondergebracht. En wat in de programmabegroting staat van de gemeente Ommen, dat gebeurt nog rechtstreeks door de gemeente Ommen, maar wordt dan weer uitgevoerd door de medewerkers van BOH. En omdat dat een beetje ingewikkeld verloopt, zie je op pagina 10 dat schemaatje zoals dat in de praktijk werkt. Ja? Dus Ommen zelf vanuit de programmabegroting, harde infrastructuur en zorg. En de rest is een werkonderdeel van BOH. En daarom is het ook logisch dat dat door BOH gebeurt. Er zit geen waardeoordeel in. Is SEC een feitelijkheid die we geconstateerd hebben. Mag ik één avond dan? Want op zich loopt er dan natuurlijk, hè, omdat we natuurlijk wel in die zin budgetverantwoordelijk zijn, loopt er heel veel via de BOH. Wat dan eigenlijk, ja, als ik het zo mag uitdrukken, aan het gezicht van de raad zich onttrekt. En als we het dan hebben over één keer per twee jaar een rapportage, lijkt het mij, laat ik dan het waardeoordeel geven, het is heel zinvol dat in zo'n rapportage ook meegenomen wordt wat de BOH dan heeft uitbesteed en wat uiteindelijk natuurlijk met gemeenschapsgelden gebeurt. En daar proberen we toch ook enige controle op uit te oefenen. Ik weet niet precies hoe de structuur met BOH is, maar ik neem aan dat u via het budgetrecht invloed hebt als Raad van de Gemeente Ommen op wat er in BOH gebeurt, uiteindelijk. En via de jaarrekening van BOH, maar dat heeft misschien een andere naam, kunt u als raad daarop terugkomen. Dus de invloed van de raad is wel getrapt, maar hoeft niet minder te zijn. Ik weet niet of ik me nou het politiek bestuurlijke vlak begeef. Ik zal het buiten de politiek houden. Dan ben ik even de vraag kwijt. Als je het dan wil hebben over bijvoorbeeld het lokale aanbesteden, los van de invloed op de gelden, zou het in de rapportage denk ik goed zijn als er dan wel duidelijk is van waar het dan uitbesteed wordt. Als we het dan hebben over social return en over het lokaal besteden, dan zou in zo'n rapportage en overzicht het goed zijn denk ik als dat dan wel bekend is waar de BOH dat dan neerlegt. Die vraag mag u 17 december aan het college stellen. Excuses voorzitter dat ik buiten mijn rol trad, maar. De heer Van der Mooren.
Dank u wel, voorzitter. Ik vond het trouwens best aardig klinken weer, Willem. Het is in ieder geval goed, voorzitter, om te lezen in de aanbiedingsbrief dat de inkoop- en aanbestedingsbeleid en de uitvoering daarvan in belangrijke mate voldoet aan de eisen. Dat stelt weer behoorlijk gerust. En voor zover we dat kunnen overzien, geeft het rapport ook een prima en een helder beeld over de stand van zaken. En ik zeg voor zover we dat kunnen overzien, we hebben net al in wat bijdragen kunnen horen het spanningsveld tussen waar willen we wel van op de hoogte zijn en waar niet. Ook daar hebben we trouwens een prima reactie op gekregen. Maar dat geldt trouwens voor meer onderwerpen dan alleen waar we nu natuurlijk mee bezig zijn. Het heeft alles te maken met de rol van de raad en van de raadsleden. Centraal punt vormt naar ons oordeel wel die terugkoppeling. Dat is dus aanbeveling 3. Overigens deel uitmakend van een reeks goede aanbevelingen. En we zijn ook best er erg over te spreken dat we in de reactie van het college niet alleen blijk van herkenning zien, maar ook waardering voor de aangereikte aandachtspunten, adviezen. En daar komen we met elkaar dan ook wel over te spreken. Ik heb begrepen op 17 december. We hebben nog wel een bijkomende vraag. Een paar keer is in het rapport sprake van de rol van de directie van de BOH. En in januari van dit jaar hebben we een aanpassing van die gemeenschappelijke regeling behandeld in verband met een andere directiestructuur. En nu lezen we dat het mandaat voor het aangaan van inkoopcontracten namens het college verleend is aan uitsluitend de algemene directeur van de BOH. En onze vraag is dan opnieuw directiestructuur gewijzigd. Maar ik begrijp dat ik die niet aan u moet stellen, maar aan het college 17 december. Kan het college alvast nadenken. Dank u. Er werd terecht opgemerkt dat ik dan weer buiten mijn rol treed wanneer ik de antwoord op geef op die vraag. Het kon zijn dat u op andere opmerkingen toch nog even in wilde gaan. Eén punt is wel van belang. U snapt de ondertoon van mijn laatste opmerking. Maar ik ga ervan uit dat de Rekenkamercommissie feitelijk onderzoek heeft gedaan. En als dan deze functie is aangetroffen, ben ik natuurlijk wel benieuwd hoe dat kan. Daar kan ik wel op antwoorden. Dat heeft de Rekenkamercommissie bij het onderzoek vastgesteld dat dat op die manier zo loopt. Dat is juist. Die constatering is juist. En of dat wenselijk is en of dat veranderd is en of dat veranderd moet worden, dat is iets wat niet des Rekenkamers is. Voorzitter, ik denk dat ik met die cryptische bewoordingen de vraag beantwoord heb. Of nog meer vragen heb opgeroepen misschien. De vraag is voldoende voorbereiding, dank u wel. Dan constateer ik dat de vragenronde geweest is. Schors ik voor een klein moment de vergadering om de heren die hier aan tafel zitten of naar de tribune te laten gaan, dan wel de zaal te verlaten. Mag ik nog namens de Rekenkamercommissie en KPSV bedanken dat we op deze manier het rapport nog hebben kunnen toelichten. Bedankt. Dank u. Ik wens u een wijze discussie verder vanavond. Dank u. Ik neem aan dat inmiddels voldoende duidelijk is dat het toegevoegd is aan de agenda van de Raad voor 17 december. En dan gaan we nu over naar agenda punt 6, vaststellen subsidieverordening jeugdgroep Ommen. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Masman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft een stuk gelezen. En we constateren opnieuw dat er een zak met geld bepaalt hoeveel zorg we gaan geven. In plaats van dat we kijken hoeveel zorg is er nodig en dan de middelen zoeken. Maar ik zal daarover nu niks meer gaan zeggen, want anders gaat u me vast op de vingers tikken. We hebben een aantal vragen. Kan de wethouder kort uitleggen wat nu precies het verschil is tussen een overeenkomst met een partij en een subsidieafspraak met de partij? En ook de vraag van waarom wordt er gekozen om met bepaalde partijen een overeenkomst aan te gaan, terwijl er met andere partijen een subsidietraject gestart wordt. En waarom dan juist deze drie partijen en konden deze drie partijen niet gewoon meedoen in het inkooptraject? En dan tenslotte zien we toch dat we als raad in dit soort zaken steeds verder op afstand worden gezet.
Welke bevoegdheid heeft onze raad nog als we constateren dat er 11 gemeenten hierover moeten beslissen? En waarover de colleges zelf al een besluit genomen hebben over mandatering van deze subsidiebevoegdheid. Wat nu als we nu met één punt niet eens zijn? Waar staan we dan nog als raad? Tot zover onze vragen. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Wij beperken ons tot één vraag en dat is welke financiële risico's zijn er met deze verordening verbonden? Of geen? Dat was het, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter. We kunnen aansluiten op de vraag die ingesteld is, waarom juist deze drie partijen, wat is daar de achterliggende reden van? Dat was het. Mevrouw Lagas. Voorzitter, last van de vragen die al gesteld zijn, nog even een opmerking of een vraag over het subsidieplafond en de te nemen beslissing van de raad in de begroting. Hoe verhoudt zich dat? Want dat is wel even een vaag verhaal hierin. Dus verder zijn er een aantal vragen al gesteld, dus die hoeven we niet weer te stellen. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, dank u wel. Het zal wel duidelijk zijn dat wij als raadslid natuurlijk niet in staat zijn om alle technische verhandelingen die met subsidieverordeningen samenhangen goed en van alfa tot omega te kunnen bestuderen. Ik ga er dan ook maar vanuit dat deze tekst heel nauw aansluit bij het modelvoorbeeld, zou maar zeggen, van de VNG. En dat is in mijn ogen meer dan voldoende van waarborgen voorzien. Maar ik heb toch nog wel een vraag, want in dit subsidieverordening wordt ook gezegd hoe er omgegaan wordt met de situatie dat er meer subsidie aangevraagd wordt dan er budget is. En er wordt ingezegd dat het dan eigenlijk pondsgewijze verdeeld wordt. Alleen dat kan ik me heel goed voorstellen in het geval je, zou maar zeggen, met een jaarlijkse subsidie werkt die rond april, mei van het jaar daarop afgerekend moet worden. Ja, dat is een lump sum bedrag. Ik kan me dat ook nog goed voorstellen waarbij je transactietarieven afspreekt, want dan spreek je gewoon een aantal trajecten met iemand af. Maar ik moet zeggen dat ik op voorhand niet zie, als je een PMAQ-afspraak met elkaar maakt, hoe je dan pons-ponsgewijze kunt verdelen. Want die PMAQ-realisatie die wordt pas gedurende het jaar helder. En daar zit een beetje voor mij een knelpunt. Ik heb eigenlijk namelijk altijd het gevoel gehad dat een PMAQ-afspraak eigenlijk nooit een subsidieafspraak kan zijn. Maar dat je wel kunt zeggen, er is een budget beschikbaar waarbinnen u moet blijven. En dan kun je de partij die dat budget ter beschikking gekregen heeft ook de opdracht geven, als in zicht komt dat dat budget uitgeput raakt, dat die dan ten spoedigste contact opneemt met de gemeente en dat je dan naar bevind van zaken. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat een van de andere partijen nog budget over heeft. Dan kun je dat herverdelen. Dus mijn vraag is even van hoe zit dat nou in het geval van die PMAQ-afspraken? En ik wil er eigenlijk nog een laatste vraag aan verbinden, want dat is een van de... Kijk, voor volgend jaar is er door de VNG expliciet met partijen een nieuwe situatie afgesproken. Er kan gekozen worden in de afrekensystematiek, hetzij voor een declaratiesystematiek, hetzij voor een facturatiesystematiek, hetzij voor een soort subsidie-lumsum-achtige afrekening. In geval van een facturatiesystematiek, hoe handhaaf je dan überhaupt, laten we zeggen, het budgetplafond? Want bij een facturatiesystematiek wordt afgesproken, ik betaal uw nota die u maandelijks aan mij stuurt. En daar zit voor mij ook een knelpunt. Dus feitelijk twee vragen. Hoe bewaken we feitelijk de herverdeling van budgetten in geval van PMAQ en gedurende het jaar toenemend inzicht? En de tweede vraag is, als je met een partij facturatie afspreekt, hoe houden we dan überhaupt het budget vast? De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de aanloop naar deze vergadering hebben wij gekozen om rechtstreeks met de ambtenaren contacten te hebben. De vragen die we hadden, die zich vooral ook op artikel 7 toespitsten, die zijn naar tevredenheid beantwoord. Er is eigenlijk één aspect een beetje boven de vragen blijven hangen en dat werd ook niet helemaal duidelijk. En dat heeft te maken met de instroom van mensen uit oorlogsgebieden, de vluchtelingen, die zodra ze zich hier vestigen en de verantwoordelijkheid voor die gezinnen en dus vooral ook voor de kinderen krijgt, dat het aannemelijk is te veronderstellen dat de kinderen trauma's, problematiek meenemen die veel aandacht vanuit de jeugdhulp nodig hebben. Als dat het geval zou zijn, dan luiden onze vragen, moet ik eigenlijk zeggen, hoe ziet de financiële stroom eruit? Welk risico hebben we binnen de regio? En in het bijzonder, wat zou dat qua risico inhouden voor Ommen? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Mankinga.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn al veel vragen gesteld. Wij hadden ook die vragen over dat verschil tussen die overeenkomst en subsidietraject en waarom juist deze drie. En ook wel een zorgpunt van hoe houden we inderdaad zicht op het controle op de uitvoering van de jeugdzorg. En ik weet dat het niet hier nu op dit moment aan de orde is, maar ik zou er wel voor willen pleiten om dat gewoon een keer in de klankbordgroep is dat uitvoeriger neer te zetten van hoe zit het nou met de jeugdzorg en met de problematiek en dergelijke. En tot slot, voorzitter, ik heb wel een vraag. Wat ik wat mis in deze subsidieverordening is, ook als je kijkt naar betrokkenheid van cliënten bij de uitvoering van de zorg, is het niet ook zinvol om iets van een voorwaarde in te nemen dat een zorgorganisatie, en zeker deze grote cliënten, actief betrekken bij beleidspunten die direct cliënten raken. Dus veel meer de medezeggenschap ook opnemen in zo'n subsidievoorwaarde van cliënten dus. Dat was het, voorzitter. Het woord is aan wethouder Scheerder. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me de verwarring bij de raadsleden wel voorstellen dat er sprake is van verschillende systemen. Hè. Waarom de drie? En dat heeft een louter een historische reden. Het is zo dat we ten tijde van het regionaal transitiearrangement zeg maar uitvoering hebben moeten geven aan de wettelijke bepaling dat je zorgcontinuïteit hebt en dus met de instellingen die zeg maar gecontroleerd waren doorgaan. En de systematiek die daar zeg maar gold, die geldt nog steeds. En soms is dat dus zeg maar een overeenkomst, nieuwe overeenkomst, soms is dat een subsidieovereenkomst. Per saldo maakt dat overigens in termen van recht en ook in termen van financiën eigenlijk niets uit. Het is een techniek. En wat wij in feite doen nu is die techniek ook in de nette verordening plaatsen. Want dit is in feite een pure technische exercitie. Wat wij doen is, wel op een nette manier, juridisch verankeren datgene wat eerder al is besproken. Netjes in de subsidieverordening zoals dat hoort. Ik snap het gevoel dat de Raad zeg maar op afstand staat. Ik kan u wel verzekeren dat datgene wat hier nu gebeurt, dus de omwerking van bepaalde dingen in een subsidieverordening, een pure techniek is. Alles wat zeg maar, hierin staat is in feite het gevolg van de eerdere afspraken waar u ook bij was. Ik kan wel voorstellen dat ook dit type van maatregelen zeg maar, vragen doet op naar de financiële risico's zoals de heer Bongers dat doet. Ik heb, dacht ik, eerder in de vorige raad bij de begroting gezegd dat zeg maar, indien er sprake is van een bedrag, een tekort op de jeugdzorg, dan komen wij rechtstreeks terug in de raad. Dat betekent dat u dan een voorstel krijgt, zeg maar, waar u uw gevoel over kunt uitdrukken. En dan is het zo dat we dan wel zeggen naar de regio, we gaan ermee akkoord. Dan dat we zeggen, we gaan er niet mee akkoord. Voor de goede orde, de bedragen waar we het nu over hebben binnen de regio lijken erop te duiden dat wij met de stelpost al een beetje rekening gehouden hebben met dat we wat extra nodig zouden hebben, dat we ermee toekomen. Zodat het niet een extra beslag hoeft te geven. Maar nogmaals, we komen er nog expliciet bij uw raad op terug. Dat is in feite ook het antwoord op de vraag van mevrouw Lagasse. Van goh, hoe bewaken we nou die subsidieplafonds en bevoegdheid van de raad? Antwoord, ja zeker, ten volle. Wij komen dus met een voorstel bij de raad terug indien dat het geval is. Dan de heer De Vries Robles. Hoe zit het nou met PNQ en herfinancieren? Allereerst, ik zal proberen het niet al te technisch te maken, maar in dit stramien zijn er meerdere typen van financieringen. Het is niet alleen PNQ, er zijn ook trajectfinanciering, et cetera. Tweede is dat zeg maar de algemene afspraak is dat het geld volgt de klant. En we hebben ook harde afspraken dat als bijvoorbeeld een organisatie een klant niet kan helpen, een jongere niet kan helpen, dat die organisatie verplicht is om zeg maar die klant ook naar een andere organisatie door te geleiden. Zodat de zorg in ieder geval gegarandeerd is. En in dat geval volgt het geld de klant. Dat is een harde afspraak. We zullen over het verhaal van de herverdeling nog zeer veel moeten spreken. Want we merken dat de instellingen daar inderdaad aan moeten wennen. Ik merk wel overigens dat met name bij de GGZ daar behoorlijke slagen zijn gemaakt. Laat ik dat ook maar eens positief zeggen. Dan
Ook uw punt van hoe handhaaf je nou het budgetplafond, zeker bij facturatie. Het is natuurlijk zo dat we niet zeg maar een 100% voor financiering hebben. Het is een 50-50 basis en het is ook niet zomaar dat wij zomaar betalen. Hoe werkt het? Ook hier heb je te maken met trajecten die je beoordeelt. En je hebt dan ook tijdig, je monitort dat en je hebt dan ook tijdig in de gaten van, goh, komen wij toe met het geld of niet? Uiteraard waken wij ervoor om een 100% financiering op voorhand te doen. Dat gebeurt dus niet. Dan de heer Middelkamp. Ja, ik was inderdaad geïnformeerd over de bevraging in de organisatie. Blij dat dat naar genoegen was. Eén vraag bleef over naar de vluchtelingen. Dat is een ingewikkeld verhaal. Het hangt samen met de positie die de vluchtelingen inneemt in wat voor type van opvang men is. Als het een officiële COA-opvang is, dan staat het COA borg voor alle kosten. Als dat niet het geval is, en we merken dus dat we heel veel tussenvormen hebben de laatste tijd, dan is het diffuus. Dus je heeft gelijk dat daar een risico is. Dat is ook precies een punt wat ook via de VNG is weggelegd bij het kabinet. U heeft ongetwijfeld ook gehoord van het nieuwe bestuursakkoord. Het kabinet heeft wel degelijk oog voor ook dit type van zorg. En daar worden nader afspraken over gemaakt. En als het goed is, komt in de voorjaarsnota van het kabinet daar ook een nadere maatregel over. Tot dat moment is het ongeregeld en zullen we dus moeten roeien met de riemen die we hebben. Dan mevrouw Makkinga. Ook u had zorgen over het plafond. Ik dacht dat ik dat daarmee beantwoord heb. En ja, ik denk dat het een goed idee is om in de eerstvolgende klankbordgroepen weer het hele verhaal te doen. Ik kan u overigens melden dat zeg maar nu in voorbereiding is een complete inventarisatie. Een stand van zakennotitie zoals we die in juni ook hebben gehad. Zodat u zeg maar voor de kerst nog even het hele verhaal ziet. Van hoe staat het er nou voor met de transitie sociaal domein. Zowel in termen van inhoud als in termen van geld. Ja, en het punt van medezeggenschapsraden als item. Het is wat oneigenlijk om dat in een technische verwerking van de subsidieverordening te doen. Maar uw inhoudelijke punt, dat is bekend. En dat zullen we zeker bij de nieuwe inkoopvoorwaarden ook meenemen. Dank u wel. Wie wenst in tweede termijn het woord? De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording van de vraag. Toch zou ik hem graag nog iets preciezer willen zien. Het is mooi dat we qua budget op schema leggen, in ieder geval geen excessen. U geeft ook aan, op het moment dat er een tekort dreigt, dan komen we bij de raad. Dat is ook mooi. Alleen, waar ligt de waarschuwingsgrens? Op het moment dat we fair compli, of is het dan nog, is er nog een mogelijkheid tot bijsturen? Dat was het, voorzitter. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, ik wil graag toch nog een nadere verduidelijking van de wethouder, want ik kan niet helemaal bevatten wat hij me beantwoord heeft feitelijk. U had het over doorgeleiding. Ik kan me voorstellen, kijk, waar het over gaat is dat je met een partij een subsidieafspraak maakt met een bepaald plafond. Dus die partij kan binnen dat plafond produceren, tussen aanhalingstekens, om het maar even zo plastisch te noemen. En u zegt, als ik een klant niet kan helpen, nou dan geleid ik die door naar een ander. Ja, maar dat is in mijn ogen ondercontractering. Ik heb die klant gekregen, maar u voert het voor mij uit, omdat ik het niet kan. Maar dan is het toch niet zo dat er ook subsidiebudget overgeheveld wordt. Dus dat heeft niet met een verrekening te maken en dan snap ik dus nog steeds niet hoe we ervoor kunnen zorgen als we budgetten afgesproken met partijen en die worden overschreden, hoe we dan kunnen zorgen dat die goed herverdeeld worden. En in een geval van PMAQ-afspraak, dan is er toch altijd 100% financiering tot het plafond wat we afgesproken hebben. Dan is er niet maar 50% budget wat toegekend is en 50% die nog achtergehouden wordt. Er is alleen sprake van die systematiek in geval van transactie. Financiering, want dan spreken we af, we kijken hoeveel trajecten u geopend heeft, we kijken hoeveel trajecten u beëindigd heeft, die tellen we bij hem op en de helft financieren we. Dus alleen in dat geval is er van die 50% voorfinanciering sprake. Dus hoe zit het nou bij een PMAQ-afspraak? En dat is heel simpel, op een gegeven moment dat hebben we ook regelmatig, dat ergens in oktober, november een ziekenhuis meldt, ja, mijn afspraak met zorgverzekeraar X, die zit vol en ik kan dus geen klanten meer van die zorgverzekeraar helpen. Nou, zo kan het met jeugdhulp ook zo zijn.
als er een bepaald beroep op een van deze jeugdhulpaanbieders is en het plafond wat met hem afgesproken is, is bereikt, ja, dan kan hij dus geen klanten meer helpen. Dan kun je wel zeggen, ja, ik kan ze doorgeleiden naar de buurman, maar als het nou toevallig mijn specialisme is, hoe lossen we dat dan op? Zeker als die buurman op dat moment gewoon nog budget over heeft. En dat is feitelijk de vraag. Het woord is aan de wethouder. Ja, twee dingen. Ik dacht dat ik gezegd had dat het een gemengd model is. Hè, dus soms PMLQ, soms trajectfinanciering. Juist waar de grootste problemen waren, dat was juist de trajectfinanciering. Dus vandaar dat ik daar ook met name de aandacht voor gevraagd heb. Want die heeft natuurlijk volkomen gelijk dat bij een PMLQ-systematiek die 50-50 niet geldt. Het is inderdaad zo dat dan werkt het gegeven. Dat op het moment dat men zeg maar het budget volledig heeft benut, om het zo maar eens te zeggen, en er sprake dreigt te zijn van een jongere die niet geholpen kan worden, dat dat dan wordt opgevangen door andere partijen die nog niet een volledig budget hebben volgemaakt. Kan dat een probleem geven zeg maar in de verzorging, hè, door specialisme? Tot nu toe hebben we ons geen berichten bereikt dat dat het geval is. En dat komt omdat wij ongehoord veel partijen hebben gecontracteerd. Het zijn er grofweg 300. En daar zitten dus ook meerdere specialistische organisaties in. Het punt van de financiën blijft wel staan, en ik snap uw punt wel, dat we juist omdat we nog klassiek hebben gecontracteerd, dat het eigenlijk onbevredigend is, hè, dat we dus daarmee niet bij PNQ een echte herverdeling kunnen realiseren. Dat is zeer genoteerd. Wat wij hopen is dat zeg maar in de regio voor de komende ronde de systematiek van Om en Hardenberg, van sociaal contracteren, die we overigens in het domein hebben gedaan, dat we die kunnen implementeren. Want dan zouden we inderdaad daar werk van kunnen maken. Op dit moment kan dat op dit onderdeel inderdaad niet. En de vraag van de heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, het scherpe, hoe kun je bijsturen? Dat is in dit proces een heel ingewikkelde geweest. Ik heb u ook een paar keer verteld dat het echt ook wel heel erg ingewikkeld is geweest om in ieder geval de gegevens ook goed op tafel te krijgen. We hebben een informatiebijeenkomst gehad waarin ook functionarissen van de BVO, van de regionale organisatie, hebben uitgelegd van hoe het nou precies zat. Van welke gegevens waren er al en hoe konden zij erop bijsturen. En dan zie je dat bij bepaalde onderdelen van de jeugdzorg je makkelijk kunt bijsturen en een aantal andere niet. Kijk, als het gaat om de lichte ambulante hulp, dan kun je vanwege de lokale toegang kun je bijsturen. Dat doen we dan ook. Maar juist bij de GGZ is dat een wat ingewikkelder verhaal. En dat komt omdat wij daar, er is in feite een open einde regeling. Wij zijn daar niet de poortwachters. Het is mogelijk dat huisartsen zeg maar rechtstreeks aan de GGZ verwijzen. En we hebben gelukkig in Ommen daar goede afspraken over gemaakt. Maar ja, dat geldt helaas niet voor de hele regio. Wat we dus doen is monitoren van goh, hoe staat het er nou in totaliteit voor. En we hebben naar de BVO aangegeven dat zij niet alleen de dure plicht hebben om te zorgen dat die gegevens er zijn. Maar als er organisaties zijn die op dit moment nog steeds die gegevens niet leveren, dat wat ons betreft zelfs een rode kaart wordt uitgereikt. En ik kan u melden dat vorige week er één organisatie is geweest die een rode kaart heeft gekregen. En dat wil zeggen dat ze dus voor 2016 niet meer klanten zullen krijgen van de regio IJsselvecht. Dat komt dus omdat zij de gegevens niet goed toeleveren en zo heb je dus geen enkele mogelijkheid voor het bijsturen. Het is een ingewikkeld proces geweest voor dit jaar. We hebben veel van kunnen leren. En we weten ook met elkaar dat voor 2016 we daar veel eerder op bij kunnen zijn. En ook u op de hoogte kunnen stellen over eventuele bijstellingen die nodig zijn. Mag ik concluderen dat dit het hamerstuk naar de raad gaat? Waarvan akte? Dan gaan we over naar agenda punt 7. Notitie voor en nadelen bestuurlijke boete. En dat is overleg met het college. Wie wenst daarover het woord? Mevrouw Lagas.
Voorzitter, u weet, sorry, ik had de microfoon nog niet eens aan. U weet dat ik daar al regelmatig naar gevraagd heb. Of dat niet handig zou zijn, ook in het kader van de klachten die er wel waren rondom handhaving in de openbare ruimte. De rol van de politie daarin. En wij weten ook dat de politie natuurlijk altijd prioriteiten moet stellen. Maar ik denk dat het verhaal wat er nu in staat met de voordelen en de nadelen, dat die wel duidelijk zijn. Alleen blijft bij mij wel over een aantal zaken die constant tot ergernis leiden in het kader van handhaving, die wij op die manier graag gedekt zouden willen zien, maar wat dan blijkbaar te ingewikkeld in de organisatie en kosten. Of daar wel door de politie dan eens een keer wat beter aandacht aan besteed kan worden. En volgens mij kwam het hier al regelmatig parkeren langs, wat allemaal niet zo helder is. En ja, ik ga onze nieuwe wethouder natuurlijk bedienen met het handhaven overlast hondenpoep. Maar dat praat ik waarschijnlijk voor de troepen van iemand anders uit. Maar ja, dacht ik al. Dat komt nog wel bij de buren. Maar dat blijft wel een zorg voor ons. Dus wij waren ook van mening dat je op onderdelen dat kon aanvliegen. Maar blijkbaar kan dat niet. Liggen de rollen en de verantwoordelijkheden zoals die hier beschreven zijn. Nou, dat verrast ons wel. Maar als het niet anders is, blijft wel nog steeds de vraag, hoe gaan we daar dan de sturing aan geven? Maar ja, dat is een overleg wat onze burgemeester dan in het driehoek misschien een keertje weer moet houden. De heer De Vries, Robles. Dank u wel. Nou, ik moet mevrouw Lagas een compliment geven. Bijna mijn heel betoog heeft zij reeds gehouden. Maar ik wil u toch nog wel een vraag stellen. Volgende. Ik zei bijna, voorzitter. Bijna. Ik heb begrepen dat ook bij een inventarisatie van justitie destijds vastgesteld is dat er geen enkele gemeente in Nederland was die de bestuurlijke boete ook daadwerkelijk gebruikt. En uit dit stuk kunnen we nu inderdaad zien wat waarschijnlijk daar de reden van is, namelijk dat de uitvoeringskosten veel hoger liggen dan de uitvoeringskosten via het strafrecht en het Centraal Bureau voor Incasso. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat mevrouw Lagas terecht constateerde dat de vraag voortkwam uit het feit dat wij constateren dat er een aantal ergerlijke handhavingskwesties in onze gemeente zijn en dat op de een of andere manier daar geen oplossing voor gevonden wordt. Dus mijn vraag aan het college zou zijn van, ja college, we gaan deze weg niet bewandelen, maar hoe kunt u ons nou uitzicht geven op het feit dat die handhaving die wij wel wensen beter gerealiseerd kan worden? Dank u wel. Wat was er nou nieuw? Dat het niet over hondenpoep ging. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik kan heel kort zijn. Wat mij betreft wordt het advies van het college overgenomen. Het is goed om onderzoek te doen naar het verschil tussen strafrechtelijke en bestuurlijke heffing. Als het wat oplevert voor de gemeente of voor een organisatie, is goed om bestuurlijke heffing te doen. En dat is hier niet het geval. En ik moet heel eerlijk bekennen, over de vraagstelling van mijn buren heb ik niet over nagedacht, over handhaving. Want het maakt in mijn optiek geen onderdeel uit van hetgeen wat voor ligt. En mocht het wel zo zijn, ja, dan kom ik daar graag in tweede termijn op terug, want ik heb daar ook wel een beeld bij. En misschien zouden we dan ook het reglement van orde gehoord hebben, de reacties van de publieke tribune, dat we daar ook eens een bestuurlijke boete op kunnen leggen. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Hele heldere notitie, dus dank daarvoor. Wat de CDA-fractie betreft zouden we op een ander moment wel kunnen kijken naar ons handhavingsbeleid. En met name wat mij wel interesseerde was, hoe gaan we nu om met preventie? Dus wat zijn onze preventie-instrumentaria? Dan heb ik het niet over de politie, maar dan heb ik het over andere invalshoeken. En ik denk dat we daar dan wellicht nog meer uit kunnen halen dan uit het straffen. En daar wilde ik het bij laten, dank u wel. Is uw concrete voorstel om via de agendacommissie het thema handhaving ja, voorzitter. De aan de orde te stellen? Ja, voorzitter. Okay. Dan kan beantwoording van een aantal vragen straks ook achterwege blijven. De heer Van der Moeren heeft het woord. Ik dank u wel, voorzitter, voor dat woord. Bij de voorbereiding van dit agendapunt hebben we zelf eerst eens nagegaan wat een bestuurlijke boete ook alweer inhoudt. En gaandeweg werd ons wel duidelijk dat we daar niet aan moesten beginnen. Vervolgens hebben we het stuk gelezen en we kwamen daar dezelfde conclusie in tegen. Dus we waren vrij snel klaar met ons standpunt, niet aan beginnen. Maar we hebben wel een vraag en die komt eigenlijk voort uit aan wie dit voorstel is gericht.
Het gaat om een raadscommissievoorstel. En aan het eind van dit document zien wij een advies staan dat u wordt geadviseerd om hier niet mee eens of dit te volgen. Nou is onze vraag, wie is nou die u? Is dat het college? Is dat de raad? Het kan toch niet de commissie zijn? Met andere woorden, de opzet van dit stuk verbaast ons eigenlijk dat de raadscommissie iets wordt voorgesteld om min of meer van mening te zijn. Dank u. De heer Bommers. Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons is het een helder notitie en voor de LPO kan het volledig geaccordeerd worden. Dank u, voorzitter. Ik stort nog niet helemaal in, dus het gaat goed komen. Ja, eigenlijk is de notitie denk ik wel redelijk helder. Wat aanvankelijk een mooi en interessant instrument leek te zijn, waar de gemeente ook veel meer weer aan het stuur zou komen van de handhaving en daar ook in zou kunnen sanctioneren, blijkt dat in de praktijk toch eigenlijk niet zo te zijn. Het is overigens wel een interessante vraag, maar er zou eens onderzoek naar kunnen gebeuren op een ander niveau door een geïnteresseerde bestuurskundige. Hoe het toch kan dat er een instrument is bedacht met deze doelstelling die dan volgens in de praktijk helemaal niet blijkt te werken. Dat is natuurlijk op zich wel bijzonder, want ik weet niet of geen enkele gemeente er gebruik van maakt, maar ik denk dat ze op de vingers van één hand te tellen zullen zijn. Want iedere gemeente staat feitelijk voor dezelfde afweging. En waarom dan toch heel kort, voorzitter, dat is misschien een klein beetje stout en ik moet uitkijken dat ik niet een boete krijg van de heer De Jonge. Maar toch heel even naar de handhaving. Kijk, want uiteindelijk is denk ik de discussie daar wel mee begonnen. Van hoe kun je nou actiever optreden als gemeente en dat misschien ook kostendekkend doen. Want dat is helemaal natuurlijk niet zo'n rare vraag. Dat in een systeem waarbij je boetes oplegt daar zelf in investeert door feitelijk handhaving te organiseren. De baten daarvan bij een ander terecht komen. Nou, dat, overigens waren die baten niet zo groot, nou, daar kun je ook wel wat van vinden. En dan kom je een beetje voor de discussie van wat is handhaving hier waard en hoe kun je daarmee omgaan. Nou, voor deel ligt dat binnen onze eigen macht. Wethouder de Keurst en ik zijn net deze week bijgepraat over het handhavingsuitvoeringsplan wat we voor volgend jaar willen gaan volgen. Nou, daar kies je feitelijk de prioriteit in op basis van een systeem. Overigens mag dat denk ik wel zeggen dat wij verheugd zijn dat onze handhavingsactiviteiten inmiddels door de provincie als zeer positief worden beoordeeld. Groen. Dat is heel mooi, want dat betekent dus dat we het gewoon bij de bestuursdienst, bij de gemeente Ommen, op een goede manier doen. Daar ben ik zelf wel blij mee. En dan is nog een beetje de vraag, sluit dat dan aan bij de prioriteit van de gemeenteraad? Nou, we hebben natuurlijk ook in de begrotingsraad de discussie gehad over dat integraal veiligheidsbeleid. De ChristenUnie-fractie vroeg daar toen ook aandacht voor. Ik heb je ook toegezegd daar vroeg in het volgend jaar op terug te komen. Nou, als ik zo een beetje beluister waar zeg maar de aandacht naar uitgaat, zal het deels aan het integraal veiligheidsbeleid raken, deels misschien aan het handhavingsuitvoeringsplan. Nou, daar kunnen we denk ik met elkaar over gedachten wisselen. En beide zijn wel uitvoeringsprogramma's van het college, maar er is natuurlijk niks mee om dat aan u voor te leggen, om daar uw consult over te vragen. Dat is denk ik wel een goede werkvorm wat mij betreft. Ja, voorzitter, dan denk ik dat ik zo de belangrijkste vraag wel heb beantwoord. Wie wenst in tweede termijn het woord? Ja, de juridische vraag. Nee. Dat ik reageerde, voorzitter, heeft ermee te maken dat ik even goed zat te luisteren of de portefeuillehouder met zijn laatste zinnen inging op mijn laatste reactie of dat antwoord nog moet komen. Dat was voor mij even de vraag. Voorzitter, ik denk dat ik nog twee dingen moet zeggen. Eén was, kan de burgemeester wat actief sturen richting de politie als het gaat om wat de politie doet? Nou ja, ik denk dat iedere burgemeester in Nederland verwees terugdenkt aan de tijd dat er nog gemeentepolitie was. En nou ja, in de gemeente Ommen in die tijd denk ik, maar daar moet ik wat historisch zoekwerk naar verrichten, maar 40, 45 agenten werkzaam waren. Nou, dat zie je overigens niet zo dramatisch als op een andere werkplek waar ik actief ben geweest. Dat stelt me wel wat gerust. Maar je sturing is natuurlijk zeker nadat de landelijke politie is geworden gewoon veel kleiner. Wat onverlet laat dat de ervaring die ik de afgelopen 5 weken heb opgedaan met de politie wel dusdanig is dat er wel in gesprek en dingen opgepakt kunnen worden. Dus ik denk ook als we het integraal veiligheidsplan hier bespreken, dat we dan ook kunnen kijken met welke boodschap ik mogelijkerwijs richting de politie ga, waar we veelvuldig overleg over hebben. En dan denk ik toch de opmerking.
opmerking over wat voor stuk is het nu. Ik zit zelf ook even te puzzelen omdat ik natuurlijk niet bij de aanleiding ben geweest om het stuk te schrijven. Maar volgens mij is het zo dat in het college uitvoeringsprogramma iets geschreven is. En ik kijk ook even naar de tribune. Dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar wat nou deze vorm geschikt zou zijn in de gemeente Ommen. Nou, dat onderzoek heeft plaatsgehad. Het college is op grond van die informatie van mening dat het niet verstandig is om dat te doen. En ik denk dat wij nu aan de raad vragen of de raad dat standpunt deelt. Als dat zo is, dan gaan we het ook niet doen. Dan verandert er feitelijk niks. Maar ik moet altijd nog een beetje wennen, in alle eerlijkheid, of het iets een raadscommissievoorstel is of een raadsvoorstel is. Misschien dat de griffier op dat punt wat licht kan werpen. De raadscommissie geeft een advies aan het college om hier op deze manier mee om te gaan zoals hier verwoord is. Niet meer en niet minder. Het wordt niet doorgeleid naar de raad, want de raad heeft die bevoegdheid niet. De bevoegdheid ligt bij het college. En de nieren worden geproefd van de commissie. Zo moet het lezen. De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. Nou, zonder al te spitsvondig te willen zijn, waar het mij om gaat. Kijk, de hele constructie die snap ik. En wat de griffier net heeft uitgelegd, dat snap ik uiteraard ook. Maar het gaat mij om het voorstel aan de raadscommissie om dit niet in te voeren. En daar loop ik op vast. Want niet wij bepalen of iets wordt ingevoerd. De raad doet dat. Maar daar hebben we weer voldoende over nagedacht. Dank u. De heer De Vries op les. Voorzitter, ik heb het verhaal van de burgemeester portefeuillehouder aangehoord, maar ik wil hem dan wel de rechtstreekse vraag stellen. Hij heeft kennelijk met de politie overleg gehad en ervaart dat de politie ook daadwerkelijk kennelijk gevoelig is voor de argumenten die hij daar naar voren brengt. Maar ik wil er wel op wijzen dat ik me erover verbaas dat als wij een APV hebben in deze stad en er is een bijeenkomst in het gemeentehuis en de politie is daar volgens mij als toehoorder, dat de politieauto geparkeerd staat op een plek die volgens het APV hartstikke verboden is. En dat geeft volgens mij precies aan wat de problematiek in deze gemeente is. Briefje onder de ruitenwissen doen de volgende keer. Ik kan u nog wel een persoonlijke anekdote vertellen dat ik in mijn vorige gemeente op enig moment een grote landrover van de politie met daarachter een paardenkar en twee agenten te paard die uit de auto kwamen en in de snackbar ingingen om daar lekkers te halen. Maar die hadden de auto met elkaar keurig geparkeerd op een invalide parkeerplek. En toen had ik de euvelen moeten om de dames daarop aan te spreken, maar dat werd me niet in dank afgenomen. Dus soms is het lastig, dus politiemensen zijn ook maar gewone mensen, maar ik ben het met u eens, dat moet natuurlijk niet. Dus, maar mijn beeld is niet dat dat veelvuldig voorkomt. Maar spreek ze er vooral op aan als u het constateert. Wens verder nog iemand het woord? Dan zal ik in voorzichtige bewoordingen proberen te formuleren wat Van der Mooren bedoelde. Van dat de commissie het college in overweging geeft om de bestuurlijke boete niet in te voeren. Mijn complimenten, voorzitter. Goed, dank u. Dan gaan we nu over tot de rondvraag. En dan geef ik de heer Van der Mooren het woord over de gemeentelijke berichtgeving in de weekbladen, neem ik aan. Dank u wel, voorzitter. Het kan een vrij korte vraag zijn. In de afgelopen week hebben wij geconstateerd dat de gemeentelijke berichtgeving in Vegdel Centraal en in het Ommernieuws verschilden. Zit daar een bepaald beleid achter? Worden bijvoorbeeld alleen de hoofdzaken in het Ommernieuws genoemd? Een soort uittreksel, Vegdel Centraal 100%. Het viel ons op en het verbaasde ons. Misschien zien we wat over het hoofd, zijn er afspraken over gemaakt, maar dan horen we dat graag. Voorzitter, kom ik op terug. Mevrouw Magiga. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag en het gaat om het volgende. Ik zag vandaag stond in de krant, in het Landelijk Dagblad, dat
er bij de Nationale Ombudsman veel klachten binnenkomen als het gaat om de eigen bijdrages die mensen moeten betalen bij de thuiszorg en dergelijke. En ik was vandaag ook bij de presentatie van de Landelijke Monitor. En daar kwam ook dit punt naar voren, dat inderdaad mensen in het keukentafelgesprek onvoldoende of onvolledig geïnformeerd worden over die eigen bijdrages. En dat de oorzaak daarvan, zo werd gezegd, van, ligt vaak in dat de mensen van het sociaal wijkteam het best nou vaak onvoldoende kennis hebben. Het is natuurlijk een heel ingewikkelde materie. En mijn vraag was eigenlijk van, hoe zit dat bij ons sociaal team? Worden mensen inderdaad, hebben ze voldoende kennis van zaken? Is er één, maar twee ook, worden de inwoners voldoende geïnformeerd over wat werkelijk de eigen bijdrage is? En dan bedoel ik niet alleen wat via het GAK wat berekend of kan berekend worden, maar ook wat de impact van het gemeentelijk beleid daarin meegenomen. Wethouder Scheler. Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat dus wel over de hoogte als de communicatie. Wat lastig is, is dat je merkt dat de eigen bijdrage snel wisselt, helaas. Soms tot vreugde overigens, want de verfoeilijke oude bijdrage op het gebied van de jeugdzorg, die is inderdaad door toedoen van de Tweede Kamer weggeschrapt. Dat scheelt enorm. Maar we stellen wel weer vast dat er veranderingen aankomen op het gebied van de eigen bijdrage bij de WMO. En daar zullen met name de middeninkomers, vrees ik, de gevolgen van gaan ondervinden. De gemeente Ommen heeft het beleid om de eigen bijdrage door te voeren. Om de simpele reden dat we dit worden verondersteld. Op voorhand wordt door het Rijk gekort datgene wat wij worden verondersteld binnen te halen met eigen bijdrage. Dus we krijgen al minder geld onder de veronderstelling, we gaan die eigen bijdrage heffen. En wij communiceren dat ook, wij zeggen dat ook tegen de mensen van, goh, er is een eigen bijdrage. Het is een zeer ingewikkelde problematiek. Ook de WMO-raad heeft daar de aandacht voor gevraagd. Daar hebben we gisteren over gesproken. We hebben ook afgesproken dat er zeg maar extra informatie over komt. En ik stel u voor dat we in de klankbordgroep van januari daar nog eens even extra ook de aandacht voor vergen. Ik denk dat het inderdaad zeer wenselijk is om dat te doen en ook om goede informatie daarover aan mensen met mensen te delen. Ik heb vandaag zelf ook gepleit om in de vorm van persona's, dus bijvoorbeeld bepaalde voorbeelden van als met dit, dan is zo de eigen bijdrage, dat je of zo mensen het inzicht geeft, want dat is juist waar het knelpunt vaak zit. Vind ik een goed idee, waarbij het overigens wel zo is dat helaas de eigen bijdragesystematiek zodanig gecompliceerd is dat het wel ingewikkeld is om de goede duiding te geven. Maar een aantal voorbeelden zijn natuurlijk altijd illustreren wel de hoogte van een bedrag, dat is waar. Nou, ik zit te aarzelen, meneer De Vries. Het is een rondvraag en het is geen discussiemoment, maar ik geef u de gelegenheid om heel kort uw vraag te stellen. Niet een discussie aangaan. Ik wil alleen maar wijzen op het feit dat er vaak meerdere bijdragen zijn in verschillende systemen en dat daardoor cumulatie optreedt en dat het heel complex maakt. En dat ik graag zou zien dat in die voorlichting ook daar met name aandacht voor gevraagd wordt. Dat gaat gebeuren. Dan constateer ik dat hiermee een einde is gekomen aan deze commissievergadering en we gaan om 9 uur. 9 uur.